4 mannen ontsnapt in Oldebroek. 4 kalende mannen. Als u deze mannen ziet, wilt u dan contact opnemen met de politie. Dat doet me denken aan een voorval een paar maanden geleden. Dat was een beetje in het voorjaar, begon zelfs wat te schemeren. Ik had mijn kinderen op visite met aanhang en die zaten in de kamer. En als moeder zei, nou ja, koffie, altijd koffie, hier is altijd koffie. Dus ik was hier koffie aan het zetten en ik kijk zo de kamer in, wil wat zeggen tegen mijn kinderen. En in één keer zie ik een persoon bij mij op het pad lopen, richting mijn raam. En in één keer, terwijl ik kijk, bukt hij zich en loopt bukkend, echt zo gebukt, naar het bankje bij mijn raam toe. En ik zit te kijken, denk, zie ik dat nog goed? Dus ik loop de kamer in, want ervoor was al een paar keer de politieauto heen en weer aan het rijden geweest. En ik loop dus de kamer door, mijn zoon zit in deze stoel, die vliegt overeind. Die zegt, ma, er loopt iemand gebukt bij jouw tuinbank. Ja, dat weet ik. Dus ik kijk hier, ik zag niemand meer. Maar ik had het idee dat hij die kant op aan was gegaan. Dus ik kijk zo naar buiten en daar verderop stond een politieauto. Dus eerst denk je van, ja, wat moeten we mee? Ik zie niemand meer. Ik keek nog eens een beetje om, maar ja, het was een beetje schemerig. Ik zag ook niet veel meer. Het staat me toch niet helemaal lekker, want ik denk, ja, de politie staat daar. Hier wonen ook alleenstaande mensen, ook wat oudere mensen. Ik had zoiets, ik moet het toch even melden. Dus ik ga naar buiten toe. Ik zet in de kinderen. Ik zei, nou, ik ga het even melden bij de politie. Ik deed net als ik niet, als het gewoon was, maar ik vond het doodeng. Dus ik loop hier de gang in. Dus ik loop toch wel een beetje aarzelend naar buiten toe. Want zoals je ziet, het is best wel eng. Kan hier iedereen onderstaan? Ik hoop niet dat ik iemand op ideeën breng. Dus ik ga die bocht om. Dus ik loop hier toch wel een beetje gespannen naar buiten toe. En ik blijf hier stilstaan, want zoals je ziet, hier om de hoek heen. En denk ik, ja, voor hetzelfde geld is diegene hier. En die staat er om de hoek heen. En krijg ik een map op mijn hoofd als ik doorloop. Dus ik blijf hier een beetje aarzelend staan. Van ja, wat moet ik nou? En in één keer hoor ik een stem achter me. Nou, ik schrik me echt helemaal lamlaas, als ik het wil zeggen. En ik kijk om. Staat mijn grote zoon achter mij. Die wou zijn moeder beschermen. Nou, ik wist niet dat ik zoveel schelden kon. Maar ik heb het hele alfabet van A tot Z gebruikt. Dus wij lopen een beetje door hier. Nou, hier zat gelukkig niks onder. Ondertussen zie ik daar verderop een agent. En ik kon nooit op het woord agent komen. Dus ik zat hier van, politie. En die agent die kijkt om en die zegt, mevrouw, is er wat? Kan ik wat voor u doen? Dus ik loop op hem af, heel stoer. Toen was ik niet zo bang meer. Ik zeg, nou ja, ik zag uw auto staan. Ik zeg, nou, een paar keer heen en weer rijden. Ik zeg, ik weet niet als je iemand aan het zoeken bent. Ik zeg, maar als je iemand aan het zoeken bent. Ik zeg, die zat net bij mij. Liep iemand kruipend bijna naar mijn bank toe. Ik zeg, ik weet verder ook niks. Ik zeg, maar dan weet u dat. Toen zegt hij, heel attent van u, mevrouw. Dus ik dank je wel zo van, goed hè. En toen zegt hij, maar die meneer, die was zijn kat kwijt. En ik kijk er nu om. Toen zegt hij, en die zat bij u op de bank. En die man die heeft gewoon zijn kat gepakt. En die is er vandoor gegaan. Hij zegt, maar nogmaals, heel attent van u. En ik, al staan er 10 kale mannen voor mijn raam, ik maak nooit geen melding meer, want ik schade me suf.